Ja, je zegt dat om alvast een beetje in de sfeer te komen van Pink Floyd. Ja. Ja, dan hebben we toch eigenlijk beginnen we gewoon met heel slecht nieuws. André Beck is namelijk initiatiefnemer van de Pink Floyd Project. En The Dark Side of the Moon, ja, die show, die zou natuurlijk in Almere plaatsvinden, André. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Maar het gaat niet door. Nee. En dat is heel vers nieuws, hè? Dat is echt vers van de pers. Zat er gisteren al een beetje aan te komen. Maar een van onze twee zangers heeft behoorlijk stemproblemen. Ja. Is net bij de dokter vandaan gekomen en heeft fix last van zijn longen. Ja. Geen ontsteking, gelukkig voor hem. Maar het is gewoon niet haalbaar om een 100% show neer te zetten met hem op deze manier. Dus ja. We moeten helaas aangeven dat de show van morgen in de Kunstlinie wordt verplaatst. Ja. Naar ergens een datum in maart. Was hij stijf uitverkocht? Want je moet er waren nog tickets. Ja. Liep goed. Ja. Er was goed veel animo voor. Ik weet de ticketstand niet precies. Nee, oké. Okay. Maar goed, in ieder geval, je moet al die mensen gaan afbellen. En, er zit wel even wat werk in. Ja, dat is, en gelukkig is het wel in theater op deze. Hè, gaat het op deze manier dat het vrij makkelijk kan op deze manier. En dat het ook niet, hoe moet je zeggen, iets onbekends is in het theater. Nee. Ziek is ziek. Het kan gebeuren. Ja, ja. En het is dan zoeken naar een nieuwe datum. En wat in het vat zit, verzuurt niet. Drie data in maart staan nu geloof ik als optie. Hè? Optioneel. Ik moet straks even kijken wat eruit komt. Ja. En, eigenlijk is het veel leuker dat jullie dan in maart in het theater staan. Want dan is het precies 50 jaar geleden dat het album uitkwam. Nou, precies. Dat je dat dus, zegt. Ja. Ja, nee, zeker. Maart 73 was het. Ja, klopt. Ja. We weten de exacte datum niet van in maart. Volgens 24 mij maart. Hier in Nederland. Ja, in Nederland. Of, ja, dat zal schrijven. Het is wereldwijd uitgekomen. En dat klopt inderdaad. In maart is hij exact 50 jaar. Dus wat dat betreft is het een mooie maand. En komt het heel goed over voor de Dark Side of the Moon. Ja. Ja. Goed, blijft het natuurlijk vervelend. Ja, daarom ook. Maar goed, alle mensen luisteren naar ons. Dus je hebt ze nu in ieder geval allemaal te pakken. Dan. Nou, daarom. Het, is, het komt ook dan wel weer goed uit dat ik hier nu sta. Een album dat 50 jaar oud is. Het is de één na best verkochte studioalbum aller tijden. Nog steeds ook. 50, 60 miljoen albums verkocht over de hele wereld heen ook. Hoe komt het dat zo'n album nog steeds zo goed ligt en zo lekker klinkt en het eigenlijk tijdloos is? Het is, denk ik, vooral wat je niet alleen bij Pink Floyd nu ziet, maar het is ook het sentiment. Als je nu richting de jaren 80 terug gaat, het is hipper dan ooit. Ja. Hè? Dus het is een stuk sentiment wat erin zit. Wat je net zo ook zegt, die verkopen van die platen, hij loopt maar door. Ook nu nog, als je in een willekeurige LP-zaak komt, dan zegt hij, wij kopen dat gewoon in. Want het gaat gewoon echt als dus altijd wel iemand die erom vraagt. Altijd. Ja. Dus dat is dikke mik. Het is dat en het is tijdloos. Het is, er zit een verhaal in. Ik zeg het ook maar zo, Roger Waters is gewoon echt een meneer die in de toekomst schrijft. Wat toen geschreven werd, dat is misschien wel recenter dan ooit. Nou, maar science fiction moment. Een beetje de muziek. Ja. Nou, als er film zou zijn, zou Pink Floyd een science fiction film zijn. Dat zou je zo kunnen zeggen. Ja. En het is zij waren hun tijd ver vooruit, want hij experimenteerde met die fases in de kanalen, waardoor het leek alsof je Dolby Surround had. Nou, in 73 werd je bijna met pek en veer het dorp uitgestuurd dat je het over Surround had. Ja, zeker. Dat was zinom. En zij deden het dan in de grote liveshow zelfs ook. Ja. Nou ja, dat zat er ook al in. En met name maatschappelijk kritische teksten die hij daarin schreef, die worden op dit moment ook nog breed gedragen. En ik denk dat het meer recenter is dan ooit op dit moment. Luister naar een nummer als Money. Exact. Het draait alleen maar we hebben money er nog niets van geleerd. Nee, en de time hebben we ook eigenlijk niet aan onze zijde. Exact. Maar nou is dat natuurlijk heel mooi, hè? Zo'n thema. Dat album heeft natuurlijk een prachtig thema. Jij wil dat dan vertalen naar het theater. Sterker nog, dat heb je ook gedaan. Waar begin je dan? Hoe zie je dat voor je? Dat is niet zo heel makkelijk. Je kan het niet één op één. Het is heel, heel, heel moeilijk. En we werken gelukkig al een aantal jaren met een goede regisseur die het dus eigenlijk naar het theater moet vertalen. Mm-hmm. En die heeft ook echt een hell of a job gehad om dit in orde te maken. We hebben hiervoor 2 jaar The Wall gedaan. Ja. Die bestond 2019 november precies 40 jaar. Daar heb je eigenlijk een redelijk goede blauwdruk van hoe je het kunt uitvoeren. Hè, dat ligt er gewoon. Dat is een heel goed conceptalbum. En wat wij nu doen met The Dark Side of the Moon, we spelen The Dark Side of the Moon, het album integraal, in de tweede helft. En in de eerste helft hebben we eigenlijk het pre
Dark Side of the Moon stuk erbij gepakt. Wat is dat? Om precies te zijn, het is de setlist van 1973... die Pink Floyd live speelde in de World Tour... voor het uitbrengen van de Dark Side of the Moon. Voordat ze eigenlijk echt de grote boom qua populariteit kregen... en dat de mensen wisten wat zij deden. Exact, exact. Ja. De regisseur die heeft daar, wat ik zei, een behoorlijke kluif aan gehad... om dat samen te vatten in een goede show... en ook in een verhalen, een beeldverhaal erin te krijgen. Met name in het eerste deel. Want ja, daar had je het conceptuele nog niet. Nee. Daar was het, ja, en hij noemde het zo mooi een soort oersoep, zei hij. Van hier is alles uit ontstaan. En dat klopt ook wel, want Echoes bijvoorbeeld... is eigenlijk de opstap naar The Dark Side of the Moon. Ja. En op dat moment kregen ze echt de indruk van... dit is de kant die deze band op moet. En ja. Daar werd de eerste spruit gelegd voor dit fantastische album. De regisseur die is aan het werk gegaan en die heeft het eigenlijk ook zo... aangegrepen. We beginnen met een soort muzikale oersoep. Behoorlijk psychedelisch, de eerste set. Dat je denkt van, wat moet dit worden? Wat moet dit worden? Ja. En het mooie is, hij vond een gesprek tussen de huisbaas van de bandleden en een van de bandleden. En die zegt, ja, als jullie gaan optreden, straks, hè, Pink Floyd dan, in 72 was het geloof ik, dan moet je ook met het licht doen. Ja. Hoe ga je dat doen? En hij dacht van, als we dat nu met een cellofaanpapiertje voor een lamp zetten... en we gaan dat wapperen en doen... Dan krijg je dat psychedelische... Ja. En ja. Zo is het ook daadwerkelijk, zijn die eerste shows gedaan. Ja. En zo is hij verder gaan malen en is dat er ook uitgekomen. Dat we eigenlijk uit die psychedelische oersoep van het begin... waar natuurlijk ook knijters van hits, van Echoes... Set the Controls for the Heart of the Sun, mm-hmm. zitten er allemaal in... Maar we gebruiken het wel als experimentele fase... die uiteindelijk aan het eind van die eerste set echt tot iets komt. Tot een soort duidelijke bron van geboorte. En dan komt The Dark Side of the Moon in de tweede set erin. Ja, en die begint met een schreeuw en een hartslag. En dat is de geboorte van nieuw leven. Verveelt dat nooit, die muziek? Want je zegt het is tijdloos. Heb je nou nooit eens iets dat je denkt, nou, ik ga eens wat anders doen? Gelukkig doe ik ook nog wat anders, maar hierin, nee, het verveelt niet. Ja, maar zij zijn uniek in hun soort. Er is niemand die dit kan evenaren. Er is niemand die daarbij in de buurt heeft gezeten. Ja, er zijn zeker bands die dat ook hebben gedaan. Maar dit is wat wij doen. En dit is wat maar Pink Floyd is wel iconisch, hè? Het is iconisch. Het is en zo... Waters treedt ook nog op, natuurlijk. Die hè? David Gilmour doet nu wat rustig aan. Waters is nu eigenlijk nog behoorlijk aan het toeren. Komt weer in Nederland in maart. Ga je er dan ook heen? Ja. Ja? Ga je dan ook kijken hoe de oude meester het zelf doet? Nee, ik ga gewoon lekker genieten. Ja, ik haal daar niets meer uit of zo. Want het is natuurlijk wel zo, dat album... iedereen die dat album heeft, kent bijna iedere noot. Ieder effectje, ieder gekkigheidje wat erin zit. Ja. Je hebt weinig ruimte om daar zelf iets aan toe te voegen, denk ik. Ja, mag dat ook eigenlijk? Dat is een hele goeie wat je zegt. Ik heb daar een hele interessante discussie in een ander... Want die show loopt natuurlijk wereldwijd eigenlijk, hè? Klopt. Ja, hij is in Liverpool geweest en noem het dan maar op. Nou, wij kunnen daar... Net als een musical eigenlijk. We moeten ons er echt... Of een format van een tv-programma. We kunnen heel veel dingen niet gebruiken. Dat was met name, in deze show is dat minder, maar toen we The Wall deden was het heel streng. He, dat valt onder een soort filmisch recht. En een heel grappig verhaal. We hebben contact gehad destijds in 2018 toen we die show opstarten. En daar was het echt van, we kunnen het wel eens bekijken of dat mag. Mm-hmm. In principe, dan sturen we twee... Supervisors, noem het zo inderdaad, naar jullie toe. En die checken even wat jullie maken. Die nemen we het gewoon denken daar een. Even rustig over na. Jullie betalen ondertussen wel even 100.000 pond. Ja. Maar nog wel met de kanttekening dat als zij zeggen dat het niet kan of niet goed is... dan ben je die 100.000 pond ook nog kwijt. Dan mag het alsnog niet. En toen hebben we gedacht, nou dan bouwen we alles zelf wel. Dus daar is gewoon alles... Is dat dan goedkoper dan dat je die 100.000 pond aan ze betaalt? Nee. Oh, dan heb je meer vrijheid. Nou ja, het was toch best lullig kwijt, geweest als die 100.000 pond weg was. Ja, tuurlijk, dat begrijp ik. En dat hoor je ook wel eigenlijk in de hele discussie... of in de meetings die je daar hebt... dat je denkt van, ja, dit is wel heel link om dit zo te doen. Ja. Dus we zijn gaan aan de slag gegaan, ook met dezezelfde regisseur om te zeggen, dan gaan we het zelf doen. Ja, dat was een enorme onderneming. Maar dat is erg goed gegaan, die tour. En nu gaan we
Op diezelfde manier. The Wall is het magnus opus van Pink Floyd. In de jaren 80, maar ook gelijk het einde van Pink Floyd. Roger Waters eruit knallen, de ruzie, gedoe. Mm-hmm. En hier, waar we nu zijn, begint het. Ja. Hier begint het. Ik zeg altijd zo, hier is met The Dark Side of the Moon... is Pink Floyd van underground naar een progressieve rockband gegaan. Ja, bijna wel commercieel. Eigenlijk. Commercieel, ja. Speel je dit jaar nog wel een keertje trouwens, nu het dan in de kunstlineer van die doorgaat? Het is nog maar een paar dagen het jaar. Morgen al. En we hebben nog een show in Tiel staan en vrijdag Veenendaal. En dat is al een top 2000 show. Ja. Voor de top 2000 show is het wel goed om aan te geven. Dat is vrijdag in Veenendaal. Daar hebben we een vervanger voor kunnen vinden. Oh. Dat is een andere show. En voor de andere twee is onze zanger Wim. Dat lukt niet. Nee, en nee. Dat heeft niet... Het heeft ook natuurlijk te maken met zijn stem en het zingen. Maar er zit een dusdanig theatraal aspect in... waar we geen vervanger voor kunnen vragen. Snap ik, ja. Dus het is ook wel goed. Het moet niet zo zijn dat we dan vrijdag staan te spelen... en dat we reacties krijgen van... waarom dan niet in Almere? Ja. Dit is het. Hij zal zich toch ook wel... Want met hoeveel man maak je deze show? 12. Twaalf mensen op het podium. En we zijn in totaal met een man of 30. Want één man dan even last van zijn keuze. 29 man zit er dan alles voor de show. Het jaar uit. We hebben 17 jaar lang... We hebben 17 jaar lang gezegd, geen concessies aan de show. Nee, precies. Ook in het begin was het erg lastig om voet aan de grond te krijgen. Ja. Spelen, dat resulteerde soms in 1 of 2 keer spelen per jaar. Mm. Maar we hebben altijd de poot stijf gehouden. Zeggen van, weet je, het moet full pool, het moet goed. Ja. En anders of niet. Nee. Ja. En nu komt het. Het gaat om de kunst en het gaat uiteindelijk niet om het geld. Want money is the root of all evil today. Mensen die dus 29 december overmorgen donderdag in kunstlinie staan, die krijgen allemaal berichten. En dat wordt dus verplaatst. De datum is nog niet helemaal zeker, maar dat zal na alle waarschijnlijkheid in maart worden. André Becker, initiatiefnemer van Pink Floyd Project. En natuurlijk ook dan van deze show, The Dark Side of the Moon. Hartelijk dank. Een mooi uiteinde. Een succesvol 2023. Met een zanger die het doet. Zeker weten, daar gaan we voor. Dankjewel. En dit is wat we dan straks in maart gaan horen. Say.